Lady die ligt lekker daar op de stoel. Lady? Ja, nu vanuit een hele andere hoek dan jullie zijn van mij zijn gewend. Maar morgen moet ik dus bloed drukken. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin. Het is vandaag alweer maandag 29 maart 2021. En het is nu al 8 uur 52. Dus het loopt lekker tegen 9 uur. En ik wens jullie gewoon heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, lieve mensen. Het is alweer inmiddels al 1 uur in de middag. Ja, is heel handig. Is het leuk? Ja. Nou, ik heb heel veel gesprekken met mijn zus. Ja. Dus ook gezellig, leuk, geweldig, lief, leuk en aardig. Yep. Ik ben nou weer een lekker noedelsoepje met ei aan het maken. Die heeft droog gemaakt. Alleen, droog gemaakt. Gewoon het water warm laten worden. En de eitjes warm laten worden. Dan heb ik hier nog een lekker bakje thee. Alleen is ook alweer bijna koud. Is niet handig, niet? Nee. Dus, maar dan heb ik liever mijn noedelsoepjes koud. Dan mijn theetje. Dus, mijn zus die belt ook zometeen weer waarschijnlijk. Dus ja, ik denk, ik hou jullie gewoon even op en op de hoogte. Want anders wordt het weer heel erg kalige vlog. Dus ik ga zometeen ook eens even kijken op en op Bigo. Ik ben met vlogs bezig. Ik ben gewoon met heel veel dingen lekker bezig. Ja, is ook leuk. Ja. Het is nu 4:20 in de middag. Ik ben al de hele dag, de hele dag al bezig met vlogs editen. Ik heb mijn zus aan de telefoon gehad, al vanaf 's ochtends vroeg. Ik heb mijn moeder al net aan de telefoon gehad. Dan heb ik weer mijn zus aan de telefoon gehad. En dan ga ik zo meteen met mijn moeder weer bellen. En de laatste Westfield Mall op Netherlands ben ik nu aan het renderen, editen. Dus hij is nu aan het maken, zodat het lekker op YouTube kan. En voor de rest... geen idee. Rodi moet ik rond 5:30 wakker bellen. Het is maandag, zoals jullie weten, de 29e. Dus ja, het is mooi weer. Mag niet klagen. Of dat ik zo meteen nog met Lady ga lopen, dat denk ik haast wel. Ik weet niet hoe ver deze telefoon is. Niet. Dus deze ga ik even opladen. Mocht ik met mijn zus gaan bellen, heb ik die telefoon ook zo meteen misschien bij me. Dan kan ik daar ook gewoon mee vloggen. Het is even een andere filmkwaliteit dan wat jullie van mij zijn gewend. Maar ja, mijn zus heeft me even nodig. Dus ja, dan ben ik ervoor. Maar ik ga eerst mijn moeder bellen. Die heeft me ook nodig. Die had me nodig. Maar ja, dan belt mijn zus. En ik had zoiets van, nou, dan hang ik maar op. Dus maar ja, ik ga mijn moeder nou bellen. Lady, die ligt lekker daar op de stoel. Lady? Jij? Lekker op de stoel, hè? Maar je hebt een traan. Dat kan ik vanaf hier zien. Ja, echt wel. Ja, en je bent ook nog lief. Je bent een beetje wazig. Zo. Ja, je bent lief. Nou, Speedy ligt lekker hier bij mij op de schoot tegenwoordig. Vindt hij helemaal geweldig. Hé, kerel. Ja. Nee, je hoeft niet te lekker bekken. Zoals je kan zien, zit ik lekker in mijn eigen bureaustoeltje. Ja. Lady ligt lekker hier op de bank. Beauty ligt lekker daar. Waarschijnlijk ligt Lovely bij de keukendeur. En mijn lieftallig mannetje staat in de keuken de afwas te doen. Ik ben nu een vlog aan het editen. Na deze moet ik nog 2. Dat is dus van gisteren en van vandaag. Dus, en dan heb ik alles wel een beetje bijgewerkt. Ik heb net met Lady gelopen. Bij alweer lekker een uurtje. Dat is ook wel lekker. En misschien gaan we nog naar de Jumbo. Ik weet het niet. Maar ik ga even kijken hoe het met mijn droom gaat. Want ik had hem per ongeluk te vroeg wakker gebeld, zegt hij. Maar oké, houden we het gewoon lekker daarop dat ik hem te vroeg wakker heb gebeld. Nou, joehoe, kan. Dat kan iedere mens gebeuren. Ja, toch? Ja. Hij schat. Wat is aan het eindje? Ik had jou te ongeluk te vroeg wakker en gebeld, toch? Ja, zoiets. Ja, zoiets, zegt hij ook. Maakt niet uit. Maakt niet uit? Doe dat vaker. Ja, dat doe ik vaker, ja. Maar ja, dan ben ik waarschijnlijk, denk ik, heel druk.
ben geweest met video editen. Dus dat zou ik kunnen. Ik denk dat en dat ik het dan niet heel goed heb begrepen. Dus de volgende keer, als je dan weer iets wil zeggen, dan moet ik gewoon, denk ik, gewoon echt jou even aankijken. En dan niet bezig zijn, maar echt weer aankijken van wat hij zegt. Ik zal er een briefje schrijven. Ik kan het nalezen. Dat is ook een hele goeie. Heb je het zwart op wit staan of blauw op wit? Over en of mij nog even appen. Even. Kan ook. Ik zal het meteen doen. Nee, niet in het nu. Maar net zoals misschien morgen. Is het vast voor morgen, dan heb ik die vast afgesproken. Dat is nee, en morgen moet jij tot 2 uur werken. Ja, en ik moet spreken. Om. En ik moet morgen om 9:30 bloed prikken. Ja, dan ben je nog aan het werk. En dan heb ik een mooie face-shield op en ik zal zo meteen even laten zien hoe dat eruit ziet. Ja, nu vanuit een hele andere hoek dan jullie zijn van mij zijn gewend. Maar morgen moet ik dus bloed prikken. Dan moet ik dus een face-shield op. Nou, ik heb dus 2 face-shields. Eentje deze. Nou, normaal dan zit deze dus al vast. Ja, dan zit deze dus al vast. Hartstikke mooi. Kijk, dan zit deze dus al vast. Nou, dan haal ik die dus nu los. Kijk, dan doe ik het zo. Hartstikke fijn. Te zien is. Ik denk het haast wel. Kijk, en nou zit hij vast. Ja. Staat dit mij? Nee. Nou. Deze moet dus morgen op. Nou, joehoe. Hier loopt lekker voor joker. En dan heb ik nog een hele andere. En dat is deze. En hier zit dus nog een beschermlaagje op. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Vast zeker wel. Want hier zit dus nog een heel... Ja, je ziet het hier. Ja. Nou, en die kan ik dus ook zo dragen. Nou, maar deze ga ik al sowieso morgen nu opdoen. Nou, joepie. Nou, en als ik dus deze laagje eraf haal. Is dat waarschijnlijk beter. Zo, plak zo lekker mijn handjes. Kijk. En dan heb je dus dit. Maar alsnog vind ik dit helemaal niks. Nee. Geef maar met de gewoon die andere. Maar... Ik ben benieuwd hoe jullie het vonden staan met mij. Nou, ik vind helemaal niks. Nee. Nou, en dan hebben we ook nog deze snotkokers. En ik had het net al even op, maar ik krijg het gewoon zwaar benauwd. Je kan hem dus zo dragen. Zo. Zo. Maar als je hem echt wilt dragen, kan je hem ook zo doen. Want dan heb je hier wat meer lucht. Kijk, hier dus ook. Maar ik krijg het nu al benauwd. Dus laat staan iemand die helemaal longklachten heeft. Maar nee, ik kan daar niet aan wennen. En ik mag het ook niet op. Nou ja, dus ik heb het wel altijd bij me, mocht hij hem vergeten zijn, heb ik altijd een mooi roze monddoekje. Kan niet voor lul lopen. Nee, maar dat, nee. Dus ik ga morgen wel bloed prikken met een face shield op. Beter dat dan helemaal niet. Dus ja, we gaan het morgen zien. Nou, normaal staat onze auto dus hier achter waar die roltrap is, waar Rodus nu eigenlijk net langs liep. Maar ja, onze auto staat dus nu niet daar. Die staat aan de hele andere kant. En maar hij wou dus alvast hier omhoog. Ja, en dat gaat niet. Staan we op 1? Ja, we staan min 1. Overdag. Dus ja. Dus, ik ben echt de auto aan, dan sta ik uit de wacht. Ja, echt niet. Allemaal de koekoek. Dus nee, maar ach ja, we gaan dus nu naar de auto via de goede weg. Komt helemaal goed. Lopen, kom. Woonkamer. En ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van deze vlog. Dus als je deze vlog nou leuk vindt, ik zou zeggen, doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. En abonneer, want dat is heel belangrijk. Ja. En laat ook gewoon een leuke reactie achter, want dat zou ik heel fijn vinden. Want als ik het niet van me vergeet... En ik krijg wat druk. Krijg je sowieso een reactie terug?
Dus wie wil dat nou niet? Wil jij dat? Nou, ik zou zeggen, doe het belletje aan, abonneer en reageer. En doe het duimpje omhoog. En dan zien jullie mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!